Een hele goede dag mensen en leuk dat jullie kijken in deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Italië, ronde nummer 14 van het kampioenschap en aflevering 15. En voordat we verder gaan met de career, dus ga ik eerst even dit zeggen. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en wil je meer afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien, de wekelijks aflevering, druk dan gewoon op de abonneerknop en druk dan gelijk op het belletje dat je geen enkele video meer van mij mist. We gaan gewoon door met de career mode. En zoals je kan zien heeft Haas een grote stap geslagen. Die reed weg van ons. En we gaan nu gewoon door naar de kwalificatie. Het is nearly time for qualifying for the Italian Grand Prix here in Monza. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined, and you've wasted a set of tyres to boot. Nou, hier zijn we dus in onze eigen auto voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië. Ja, Q1, we moeten gewoon door zien te komen naar Q2. We starten in ieder geval wel achteraan, want we hebben allerlei dingen laten vervangen. En ook de gearbox hebben we ook gewoon gratis kunnen vervangen. Ja, en dan gaan we kijken wat het gaat worden. Het is in ieder geval droog. We zijn aan het einde van onze flying lap en gaan daar op zijn finish dan gaat het tellen lopen bij ons. Dan gaan we kijken hoe het gaat worden in Q1. We komen nu start finish over. En de stopsnelheid is behoorlijk groot zie ik. Magnussen ze met een 1.23.5 en wij halen er gewoon 17 minuten vanaf. We zitten in 1.22.8 hier. En we gaan nu gewoon naar binnen. Terug naar de garage. Hier zijn we dan dus terug in de pitbox. Terwijl Hamilton nu snel is, erachter Vettel en Charles Leclerc derde. En wij zijn dus als vierde. En we spoelen de tijd gewoon door. Kijken wat het dan gaat worden. Stappen achter ons, Grosjean naar 6, Hulkenberg naar 7. Sorry, Grosjean naar 7. Hulkenberg naar 8. En Magnussen naar 10. En Raikkonen duikt ertussen. Weber naar 8 zie ik. En Kimi gewoon door naar Q2 hoop ik. Ja, de uitslag van de Q1. Wij dus op P5 en Kimi dus gewoon door. En we zijn dus aanbeland bij Q2. En op dit moment had ik dus niet in de gaten dat het dus ging regenen. En had ik gewoon voor de medium band gekozen. Het was eigenlijk ook niet zo slim om die upgrades, componentwissel hier in Monza te gaan doen. Maar ja, anders had ik weer in Singapore weer pech gehad. Dus eigenlijk ook best genoeg geweest. Dus, maar goed dat ik het toch heb gedaan. Ja, hadden we het een 1.23.3.3.3. En wij zetten er een 1.23.2 neer. Op P5, 18e van Lewis. Ja, de uitslag van Q2. Ja, wij zijn gewoon door op het randje maar. En Kimi had het niet. We zijn dus aanbeland bij Q3. En we gaan onze eerste noterende ronde rijden. DRS hier geopend. Kijken wat het gaat worden. Ik denk wel dat we pole kunnen gaan halen, want we hebben een hele goede topsnelheid. Kijk eens, 349 km/u. Waanzinnig hard. Bottas met een 1.22.0 en wij rijden een 1.22.8. Op dit moment op de eerste startrij, plek 2. Dus een outlap gaan we dus nu doen. Om te proberen of we nu wel naar pole position kunnen. Ik weet eigenlijk niet naar welke positie dus
staan op dit moment. P4 dus. Paul Gasly achter Vettel. En dit is best wel goed van ons, want wij gaan nu in deze tijd nu gewoon naar buiten. Terwijl de rest bij de 2 minuut, bij de 1 minuut zoveel gaat. En dan zul je dadelijk merken dat het dadelijk heel krap bij de tegenstanders wordt. En dat wij verse lucht hebben. Het is heel slim gespeeld van ons. We hopen dat het ook zo gaat houden. Je ziet hier al bij Lesmo 1 en Lesmo 2, daar is het gigantisch druk. En wij komen nu over start-finish. En dan gaan wij nu proberen om de pole position te pakken. Weet wel dat we van achteraan moeten beginnen. Dus ik ben benieuwd wat het dus gaat worden. In het groen zie ik. We zijn op dit moment aangekomen bij start-finish. Paars, paars en het is... Pole position. Ik moest even wachten tot Jack dat even bevestigt in mijn oren. Maar ja, de allereerste, hè, op pole position dus. 2/10 met een Bottas verschil. Super dit. Kimmy is er niet bij. Dat geeft niks. Want, het is goed voor mijn reputatie. Nou, de resultaten van Monza. We hebben de rivaliteit met Kimi Räikkönen gewonnen en we winnen ook ten opzichte van Lucas Weber. De resource points voor de upgrades aan de auto. Er zijn er best wel veel op dit moment, zie ik. 405 in totaal in deze sessie. En zoveel in totaal was best wel veel. De reputatie is gestegen. We kruipen weer richting de veteran en sportsmanship toe. Grid penalties vanwege de components die we dus hebben gewisseld. As for how bad it is, that'll depend on we gaan eens kijken drivers wat het gaat worden. Hopelijk kunnen we nog terugkomen in deze wedstrijd. Nou, we zijn natuurlijk met 5-10. We kijken ook misschien naar upgrades, maar we gaan gewoon door naar de wedstrijd. Het regent dus in Italië. It's race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethard beat Ronnie Peterson to the line by 1/100th of a second. There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Räikkönen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. With the rain coming down here at the 3.6 mile Monza circuit, the low drag setups preferred by most teams could cause them some problems in today's Grand Prix. So watch out for cars struggling for grip around Parabolica, the last and most demanding of this track's 11 corners. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's start with Alfa Romeo. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Nou, we gaan eens kijken naar de grid voor de Grote Prijs van Italië. En ja, Valtteri Bottas dus op pole position. Vettel sluit aan op P2. Daarachter Hamilton en Nico Hulkenberg in zijn Haas. Super knap van de Duitser. Verstappen en Gasly 5 en 6. Leclerc en Grosjean 7 en 8. Weber en Räikkönen maken de top 10 af. Stroll en Ricciardo 11 en 12. Daarachter Magnussen en Norris 13 en 14. Perez 15. Butler 16. Sainz 17 en Russell 18. Albon 19. En wij sluiten ja, dus af op plek 20. En we gaan dus gewoon kijken wat het nu gaat worden. We zijn dus terug in onze eigen POV, oftewel de auto. En Ferrari heeft een thuiswedstrijd ook voor onze motor, ook voor onze auto eigenlijk. En we gaan dus kijken wat we gaan worden. We gaan dus beginnen met de grote prijs. Carrière aflevering 15. De lampen zijn dus officieel aan voor de grote prijs van Italië. En we zijn onderweg. En we komen niet zo lekker weg. Want Albon rijdt onder de lijf van ons weg. Je ziet hier helemaal niks in deze spray. Onvoorstelbaar dit. Kunnen we kijken of we hier naar de buitenkant van Albon kunnen. Doen we ook. Aan de buitenkant van Alexander Albon. Russell en Sainz zitten daar te knokken. Het is hier erg langzaam. Albon laat ons daar net leven gelukkig. En we komen er heel hard doorheen.
De start hebben we in ieder geval gehad. Iedereen is goed door bocht 1 heen gekomen. En we kunnen misschien proberen om naar Albon toe te rijden. Maar weet wel dat we niet zo goed zijn in de regen. Dus ja, daar moeten we dus mee rekening gaan houden. Terwijl Sainz daar een aanval op Russell plaatst. En Albon beweegt daar gewoon in de remzone. En wij moeten daar enorm gaan uitwijken. En we knijpen hier ook Albon af. Sainz en Russell nog steeds zij aan zij. Je ziet echt helemaal niks. Oh, misschien kunnen we daar wel even rijden hoor. Parabolica. Bottas snelste raceronde, die leidt ook de wedstrijd. En volgens mij is een Ferrari naar 2 gegaan. Wij op 9, plek 19. 15 verschil met Sainz. 1,3 seconden verschil met Albon. En het ziet er niet goed uit voor ons. Helemaal niet goed uit voor ons. Kijk dan wel even bij Carlos Sainz, maar dat lukt helaas niet. Kijk wat het dan gaat worden. Even verderop, ronde nummer 3. Daar zitten we aan de binnenkant, buitenkant van Carlos Sainz. Oh, maar hij duwt hier ons wel even terug. We glijden daar gewoon bijna weg. En we duwen hem hier naar het gas toe. Maar hij komt gewoon terug. Zo, de knetters. We moeten hier gewoon uitwijken voor Carlos Sainz, die hier heel ruw naar ons toe komt. Alexander Albon zit ook bij ons te kijken. Groot in sector 1. En daar zitten we aan de buitenkant van Carlos Sainz bij deze bocht. We doen hier even een revanche eigenlijk. En dat is plek 18. Inmiddels ronde nummer 5 en Sainz komt hier gewoon weer terug. Daar duiken we in de slipstream. We kruisen naar de buitenkant toe. En wat doet Carlos Sainz? En wij remmen hem hier uit. En Sainz zit er nog aan die binnenkant. En dat is net goed gegaan. P18 nu hopelijk officieel voor ons in ronde nummer 5. Hopen dat we deze plek kunnen vasthouden. Dan moet je er wel even bij hoor. Groen in sector 1. En we rijden wat traag. We rijden traag. Daar komt Carlos Sainz weer met een aanval, want hij zit in de slipstream. En wat doet hij? Hij valt niet aan, maar wij verdedigen wel de binnenkant. Gelukkig. 4,8 seconden verschil met George Russell in zijn Williams. En wat doet Carlos Sainz hier op dit lange rechte stuk? Kan hij hier naar ons aanvallen? Is dat de vraag. Helmut de snelste race ronde in 34,8. Sainz kan hier niet aanvallen. We moeten hier alles open. We moeten wel even oppassen met de fuel hoor. Daar recht onderin in de hoek zie je 0,20. Ook even oppassen met de Urs. En Sainz kan hier niet naar ons toe rijden. Je ziet daar wel even voor ons een groepje rijden. Met een racing point aan de leiding zie ik, ja, van dat groepje. Dus ronde nummer 6 en Sainz heeft hier een betere exit. En pakt ons. En we knijpen al van dat even af. En nu moet, ja, we moeten ook in besparing gaan, anders branden we onze brandstof op. Dat willen we niet. Je ziet hier echt helemaal niks in deze spray. 2/10 langzamer dan onze beste lap hier in Monza. En daar komt Alexander Albon met een aanval, want hij zit in de slipstream. Maar kan hij ook aanvallen naar ons? Nee, hij kan niet aanvallen naar ons. Sainz neemt een wat wijdere lijn. Wij nemen een wat kortere lijn. Hier alles vol open zetten. Daar komt Alexander Albon. Oh, ik dacht even dat hij daar kwam, maar misschien komt hij nu dan op dit lange rechte stuk. Nee, hij komt niet. Daar wel even naar Carlos Sainz toe. We kijken daar bij Carlos Sainz. Helaas. Albon aan de buitenkant. Maar die blokkeren wij dus. We staan die aanval af van de Thai. En dan kijken wat Alexander Albon hier kan doen. Ik hoor de caution van Jeff. Gele vlag. Er is iemand uitgevallen denk ik. Wie is dat? Daar komt Alexander Albon met een aanval. Maar wij slaan niet af. Nico Hulkenberg is out of the race. Nico Hulkenberg heeft een pechreeks hier in F1 2019 de career mode. Wat in België jullie ook al uit. En hij staat hier aan het einde van Lesmo 2 hier stil. Lang recht stuk. Je mag hem dus niet inhalen omdat hij voor de bonus is. Het is nu weer groen. En Almo kan hier niet aanvallen. 14e sneller. Groen in sector 1, groen in sector 2. Dat is misschien al een voordeel.
van ons aan het worden. Weer groen in sector 1 en we rijden naar Carlos Sainz toe hoor. We rijden naar Carlos Sainz, daar komt Albon weer met een aanval, maar wij slaan die alweer af. En nu is het hopen dat wij nu naar Carlos Sainz toe kunnen rijden. Oh, wel even een curbstone geraakt. Maar we moeten ook oppassen met de fuel. Daar komt Alexander Albon weer met een aanval en wij duwen hem weer naar het gras. Hij duwt ons terug. Oh, het is daar een nek aan nek gevecht met ons en Alexander Albon. Wij duwen hem weer op het gras. Blokkerende wielen hoorde ik van onze auto. Ik zie de track limits, een waarschuwing, dat geeft niks. Ik zou dat we geen penalty krijgen. Nog 400 te gaan in deze wedstrijd. Nou, vond je deze video leuk? Beloond dan met een like. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van Event 2019. En voor de tweede keer reageer op deze kan of moet worden. Volg me even op de social media, links in de beschrijving. Terwijl Albon er even een aanval maakt bij ons. Waar verkeren we nu alweer? En Perez heeft Sainz niet kunnen verdedigen. De Sainz is voorbij aan Sergio Perez. Ronde nummer 10 van de 13. Weer groen in sector 1 en 2. En Perez heeft een probleem. Want wij rijden hier wel naar hem toe. En de vraag is, kunnen wij hier al een aanval maken op Sergio Perez? Dat zou heel fijn zijn. Wij duiken in de slipstream. En dat is P17. Iemand van mijn vrienden op Xbox One is online. Gert-Jan. Ja, op bijna onder nummer 11, mijn fout. Russell voor ons, want Sainz is voorbij aan George Russell hier, op nummer 12. We moeten in besparing, want we hebben dan met 0.14 fuel open. Daar zit Sainz aan de buitenkant bij George Russell, maar Russell geeft niet op. En dit kan misschien voordeel tegen ons gevecht een betere extra pakken dan Carlos Sainz, maar die duwt hij ons gewoon naar buiten toe. Wij duiken hier aan de buitenkant en Sainz laat ons leven. Hij laat ons niet leven, de Spanjaard. En duwt hij ons gewoon volledig de vindbak in. En ik vind wel dat de stewards hier wel even naar moeten gaan kijken. Want dit is niet gewoon sociaal. Dit is asociaal rijden van de Spanjaard. Maar ik denk niet dat ze hier iets op kunnen gaan doen. Helemaal te snel in 34-8. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. 17e langzamer dan onze vorige lap. Groen is sector 1, rood is sector 2. Middels de laatste ronde is dus inmiddels ingegaan. En daar zit Sainz aan de buitenkant bij George Russell. Die naar de binnenkant doen. En oh, we raken daar wel even George Russell. We zijn daar zelfs bijna kwijt. En we moeten nu weer een verdediging van Alexander Albon aan de buitenkant. We duwen hier gewoon op het gas. Ja, dat deed Sainz ook bij mij. Dus waarom doen we dat? Waarom zouden we nu ook dus gaan moeten doen? Groene vlag, omdat Albon weer op het circuit is beland. Achter de racing point van Sergio Perez. Rood is sector 1. Russell en Sainz nog steeds naast elkaar. En dit kan ons misschien voordeel geven. Als die twee zo lang aan het vechten zijn, we moeten opletten met de fuel. Want we hebben nog 0.08 over. Eerst is ook wat in de problemen gegaan. Wel, Valtteri Bottas staat nu over het belangrijkste stuk komt. En hij wint dus de grote prijs van Italië. Hamilton heeft zelfs race in 34-5. En Perez zijn probleem lijkt te zijn verholpen, hoor ik. Maar we kunnen niet aanvallen naar Esteban Ocon. En Ferrari maakt het podium compleet, volgens mij is dat Charles Leclerc, ik weet het niet zeker, goed, ik heb maar geen plekken wie het is. Geen waarschuwing van track limits, interessant. Maar we kunnen hier ook geen aanval maken bij George Russell. Kimi pakt het punt voor Alfa Romeo, pakt punten voor Alfa Romeo. En dit was dus een teleurstellende grote prijs waar wij niks verder kunnen doen. We werden gewoon van de baan afgekegeld door Sergio Perez. Ik ging nog wel even kijken bij George Russell een betere exit, maar dat lukt helaas niet. Wij vinden het dus teleurstellend als 17e in de grote van Italië. En dit is best wel pijn voor ons. So Mercedes have won it and what a great race it was. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? It's a heroic effort for any drivers to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and have the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it.
Let's have a look. Nou, volgens de Bottas wint dus de wedstrijd voor Lewis Hamilton. De snelste race ronde. Pak een extra punt. Vettel maakt het podium voor Peter Raikkonen. Pak punt voor Alfa Romeo. Nou, Drive of the Day ook voor mij. Pak een paar stappen. En wij stellen helaas teleur met P17. Naar de klassement. Bottas pakt Leclerc op 1 punt, zie ik daar. En wij nog steeds op plek 7 en met constructeurs op P5. Magnussen klimt misschien aan ons toe. 8 punten verschil, dus daar moeten we ook nog aan oppassen in Singapore. En dan gaan we dadelijk gewoon naar, naar misschien de interview en dan het datacenter. Great workout there today. Let's have your thoughts. Devin did much better in today's race than he did in qualifying. Were you expecting that? Ja, ik denk het wel. Hij is een uitstekende coureur. Hij is snel, hij is agressief, dus ja, ik denk van wel. You were cutting your way through the field during the race. Ja, dat moet ook, hè. Dat moet ook, want anders waren we laatste en dat wilden we niet. Dus ja, Claire. The weather was miserable today, but do you feel this was an advantage for you? Ja, we hebben wel posities gewonnen, maar ik had verwacht beter naar voren te kunnen rijden. Appreciate your time. Oké, dankjewel Claire. Tot de volgende keer in Singapore. Nou, de resultaten van de rivaliteiten, het kampioenschap met Kimi Räikkönen hebben dus gewoon gewonnen. En we leiden het klassement met Lucas Weber. Dus dat is goed, het staat nu 1-1 tegen Kimi. Het wordt dadelijk gewoon 1-0 tegen Lucas Weber. Ik heb ook wat meer respect verdiend, 10% zie ik er extra bij. Dan gaan we dadelijk kijken naar de reputatie van ons team. Research points, best wel veel binnengehaald, denk ik. Race bonus en de team goal is hartstikke veel. 814 in totaal, 1432 in totaal, team goal compleet. Reputatie is wat gezakt, maar dat kunnen we gewoon ophalen in Singapore. Trap je naar mijn vestment toe. What on earth was that performance? Come on, this isn't bumper cars at the fairground. Your results and conduct here matter, so pay more attention. You can't afford too many races like that. Emma, één ding, hou je bek. Jij bent hier niet aan het rijden. Ik ben dus de bestuurder. Ik weet wat ik doe. Dus jij moet gewoon je fucking bek houden. Carl, wij zien nog even naar de resultaten. Ja, dit is dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat je een like achter als je genoten hebt. Wil je meer van de F1019 Career Meeting voor wekelijks content? Druk dan gewoon op de abonneerknop en ook vergeet zeker op het belletje te drukken, zodat je nooit meer een video van mij mist. Dan ben je altijd op de hoogte van een nieuwe video. En voor me keer op de sociale kanalen die te doen en schrijven en reageren wat beter kan of moet worden. Iemand heeft mij uitgenodigd om F1019 te spelen, maar ik speel nu Career Mode. Dus ik zeg een fijne dag verder en tot ziens tot de volgende keer bij F1019 Career Mode. We gaan verder in Singapore. Een fijne dag verder en tot ziens.